Voor meneer en mevrouw Spaan uit Beuningen was het een heel bijzonder weekend. Zaterdag vierden zij hun gouden bruiloft en vrijdag had de burgemeester nog een heel bijzondere boodschap voor het echtpaar. Samen alweer 50 jaar. En gisteren, ja. Dat lintje, dat was iets extra's waar wij helemaal niets van wisten. We staan er nog steeds verbaasd over van, dat we het gekregen hebben, ja. Want we denken, zijn andere mensen die dat, heb ik het idee, toch wat meer doen als wij doen, die dat misschien toch wat meer verdienen, lijkt mij. Ja. Jij vindt het een beetje gewoon wat je doet als vrijwilliger. Ja. Ja. 50 jaar getrouwd zijn, dat is niet voor iedereen weggelegd. Het echtpaar Spaan weet wel hoe ze het zo lang samen hebben uitgehouden. Ik denk toch wel ook dat ieder de vrijheid geeft aan elkaar om toch zelf dingen te doen. Ja. Ieder toch zijn eigen. We zijn niet in dezelfde clubs. Nee. Nee. Ja. Nee, hij speelt muziek bij de fanfare en in het dweilorkest. En ik heb verder niet speciaal dat ik voor een instrument zou kiezen. Dus ik ben met heel andere dingen bezig. Met gymclub en wandelen of fietsen. Het fietsen doen we wel samen en wandelen ook. Ja, fietsen, en wandelen. Helemaal in deze laatste tijd natuurlijk dat je toch een beetje afhankelijk bent van elkaar. Ja. Het stel wil er toch een mooie dag van maken. Nee, we hebben eten besteld en we gaan straks met de kinderen nog eten. Met elkaar hier thuis, omdat dat nu kan. Gezellig. Een gezellige middag. Ja, straks een borreltje erbij. Ja, we zijn heel blij dat we ook weer een mooie dag. Ja, zeker. Weer opgeklaard is. Dat we dit mogen vieren. Ja. Dat we het mee mogen maken, ja. En goede gezondheid ook. Ja.